Ik ben Karien van Leeuwen, ik ben 42 jaar. En sinds mijn 11e heb ik diabetes. Naar mijn idee heb je 2 soorten diabetes, de gewone en de pechvogels. Pechvogels, dat zijn diabetes die wat wij complicaties noemen, krijgen. Je kunt blind worden, nierproblemen, voetproblemen. En als er dan een klein percentage van die diabetes tot de pechvogels horen, dan is dat toch altijd nog een heel aantal. En ik denk dat elke diabetes die blind wordt of die aan de nierdialyse moet of die in een rolstoel komt, dat dat er 1 te veel is. En eigenlijk denk ik ook dat elke diabetes er 1 te veel is. Als iedereen maar een klein beetje geld geeft, dan kan er zo verschrikkelijk veel meer onderzoek gedaan worden. En dat zou het leven van zoveel diabetes een stuk vergemakkelijken.